Vandaag gaan wij een hele coole game spelen, namelijk de game Kerbal Space Program. En ja, de naam zegt het eigenlijk al, deze game gaat over de ruimte. Je ziet het ook wel aan deze drie Frankenstein mannetjes die zo om de aarde zweven. Smash eventjes op die like en zeg eventjes in de comments of jij denkt dat de aarde plat is of rond. We noemen onze save de Clonny Space Program. En als vlag doen we Squad. Volgens mij had ik die ook echt 4 jaar geleden toen ik hier een video van maakte. Dus we doen die accept. En dan drukken wij op start. Hoppakee, daar gaan we. Als eerste moeten wij natuurlijk een raket gaan bouwen. En ik heb al een beetje een idee. Ik ga niet random wat in elkaar zetten. Ik wil eigenlijk het Apollo gebeuren namaken. Je weet wel, Apollo met de maanlanding. Die werkte op een bepaalde manier. Die raket is op een bepaalde manier gebouwd. En ik wil die dus een soort van nagaan maken. Ja, ik weet niet of het gaat lukken. Dat gaan we letterlijk nu zien. Als eerste hebben wij natuurlijk een capsule nodig. Of zullen we dan eerst de lander maken? Misschien is het handig als we eerst de lander maken. Dus hetgeen dat gaat landen op de maan. Even kijken, is dit goed? Oh ja, dit is perfect. Dit lijkt letterlijk precies op dat Apollo-ding. Oh ja, dit is insane. Dan hebben we hier dus onze cabine. Hiermee gaan ze landen op de maan. En dan voegen we ook eventjes een motor toe. Ik heb echt geen idee welke motor we moeten doen. Oh ja, dit is wel prima op zich. Als we die... Wat is dit? Nee, ik wil die schijf daaronder niet. Stop. Oh nee, het gaat al helemaal niet goed. Dan hebben we nu zoiets. En dan moeten we nu ook nog een soort van dat aluminiumfolie maken. Dat weet je toch wel, dat gele. Ik heb geen idee hoe we dat gaan maken, maar ik vogel wel iets uit. Oké, het heeft uiteindelijk een half uur gekost, maar dit heb ik nu dus gemaakt. Het ziet er echt verschrikkelijk uit, maar we gaan ermee door. Wat we nu nodig hebben is, wij hebben nu wat, poten nodig. Ik weet even niet hoe dat noemt. Een landing gear. Ik denk dat dit wel goed is. Als we dan eventjes 4-way symmetry doen, volgens mij is dit niet helemaal accuraat met de echte Apollo. Voor de rest hebben we niks nodig. Dan stoppen we denk ik nu een docking port erop, want wat best wel cool is bij de Apollo missie, is dat je, in de ruimte 2 keer moet dokken. En dat is dus ook waarom ik dit gekozen heb. Want dan is de video iets spannender. Als we überhaupt ooit bij de missie komen. Want ja, ik ben dus nu al 1/2 uur bezig met dit. We hebben dus nu de Lunar Landing Module. En nu moeten we dus eventjes de Command Module gaan maken. De Command and Service Module. Ja, echt allemaal zieke termen. Hiermee gaan we gewoon echt door de ruimte vliegen. Dan doen we nu deze Mark 1-3 Command Pod. En hier gaan we dus alles aan vastmaken. En nu wordt het flipping juicy. Want nu gaan we daadwerkelijk een raket maken. Eerst hebben wij dus een heat shield nodig. Want als we terug komen in de atmosfeer. Want ja, het is geen one-way trip. We gaan daadwerkelijk terug naar de aarde. Dan hebben wij een heat shield nodig. Want anders verbranden we en dan gaan we alsnog dood. De echte Apollo heeft 3 parachuten en dat kan normaal gesproken niet in game. Ik hoop dat het werkt, maar anders storten mijn Kerbals gewoon neer. Dat is ook prima. Zijn ze in ieder geval terug op aarde, kunnen ze in ieder geval gewoon begraven worden. Dit is dus onze Command Service Module en hieronder komt dus de Lunar Landing Module. En trouwens, hierboven moet ik nog een dockingpunt maken. Als ik vergeten. Oh my god. Hoppakee, eventjes een docking port. Oh my god, ik ben zo blij dat ik hier aan heb gedacht. Dus dan hebben we hier de docking port. Dan gaat deze hierop. En dan is het weer helemaal perfect. Dan spannen we nu weer heel eventjes de Lunar Landing Module in. Kijk eens even aan. Dan hebben we deze hier zo. En deze moeten we trouwens ook eventjes retracten. En dan gaan we nu beginnen aan de beast. Kijk deze flipping fuel tank. Dit is echt insane. Deze doen we dus... Oh nee, niet daar. Ja, zo. Wat we hier dan moeten doen is... Wij moeten een engine plate toevoegen. Want bij de echte Saturn V raket... Zat er dus een engine plate op met 5 engines. Dat is echt insane. En hier doen we dus 5 skiff engines op. En dit is echt insane. Yes, would you look at that. Oh my god. Oh, dit is insane. Dit is echt insane. We moeten hem weer heel eventjes naar boven gaan doen. Yo, we gaan letterlijk het plafond bereiken van dit gebouw. Hoppakee, dan hebben we deze. En dan moeten we nog het laatste soort extension stuk toevoegen. Maar die moet ik nog eventjes zoeken. Kijk, deze. De cluster adapter. En dan is de raket echt heel flipping bijna af hier. We hebben letterlijk de top bereikt. Dit is al echt insane hoor. Kijk deze raket. En nu komt het moeilijkste gedeelte. We moeten hem goed stagen. Maar dat doe ik eventjes off-cam. Maar ja, in principe kunnen we hem gewoon lanceren. We noemen hem Henk. Ja, Henk.
Oh, kijk, er zit al crew in. Jebediah Kerman, Bill Kerman en Bob Kerman. Oh, arme Valentina Kerman. Nou, daar gaan we. Dit is oprecht best wel spannend. Want ik moet mezelf nu bewijzen, want ik ben een video aan het opnemen. Ik heb ook al een uur besteed aan deze raket. Dus ik hoop gewoon dat het gaat lukken. Oh, trouwens, ik ben iets vergeten. Oké, we kunnen weer terug naar de Vehicle Assembly Bay. Zo werkt het altijd bij Kerbal Space Program. Yes, daar zijn we. Rechtsonder zien we Jebediah, Bill en Bob. Ze hebben wel echt slick haar. Oh my god, zo ken ik je niet, Jebediah. Yes, daar gaan we doen. SAS aan. Hier is het hele Kerbal Space gebeuren. We drukken op spatie. Oh nee, eerst drukken we op zet. Dan gaan we full throttle. Dan drukken we op spatie. Dan gaan de motoren aan. En dan nog een keer op spatie. En dan zijn we te zwaar. Nee, toch? Daar zijn we weer 10 minuten verder. Ik heb een beetje geïmproviseerd. We wijken nu een beetje af van het echte design. Ik doe het nu beter dan NASA. Ik heb nu wat mini boosters toegevoegd. Ik weet het, het ziet er echt verschrikkelijk dom uit. Maar als het goed is, kunnen we nu opstijgen. Maar daar gaan we. We drukken op SCS. We drukken op Z voor Max Throttle. En 3, 2, 1, go! Engine ignition. En dan... yes! Liftoff! Let's go! Jebediah is nu al aan het genieten. Bill is een beetje bang. Bob ook. Hoezo zijn jullie bang? Hebben jullie geen vertrouwen in mij? Damn, dit is ook echt heel flipping hard. Maar we vliegen op zijn minst na echt een uur. Oké, wat we doen. We moeten wel een beetje opletten. We tilten een beetje naar rechts. Ik hoop echt niet dat hij om gaat flikkeren. Zou ook nog heel goed kunnen, hè. Het is nu nog niet juichen. We moeten zeker weten niet te vroeg juichen. We moeten dus naar rechts tilten. Omdat we willen in een orbit komen. Zo werkt de ruimte. Ja, je wil zo een rondje om de aarde. Jullie hebben wel Space Station gezien. En het is het meest efficiënt als we het op deze manier doen. Dus we gaan nu een beetje zo. Dan moeten we op de kaart kijken naar onze Apple Websis. Dat is ons hoogste punt. Dus kijk, dit is ons hoogste punt. Daarna vallen we weer naar beneden. Zie je aan die blauwe lijn. Nou, zie je nu niet zo heel goed. Oh, we gaan nu al een beetje door de atmosfeer. Oh ja, boosters. Wow, wat? Wow, mijn raket blaast op. Dat is niet goed. We vallen, we vallen. Jebediah, Jebediah, besturen. Oh my god, je moet hem besturen, Jebediah. Ben je gek? Kijk, hij gaat dus nu iets verder weg, de Apple Websis. Dan houden we hem hier nu op 45 graden. Dit is onze prograde marker. Ik weet niet of ik dit al heb verteld. Dat is dat gele dingetje. Dat laat zien waar we daadwerkelijk heen gaan. Dit is waar mijn neus heen gaat. Volgens mij heb ik dat al verteld. Ik weet het niet. Ja, sorry. Deze video is zo lang voor mij. 3, 2, 1, pats. Oké, dat is perfect. Wat we dan doen, is we gaan naar de Apple Websis. Als we nu niks doen, ik burn nu niet meer. De motoren staan niet aan. Als we nu niks doen, vallen we weer terug, zoals je kan zien aan die lijn. Maar als ik hier maneuver node toevoeg, dat is een soort van... Ja, dan plan je wat je gaat doen. Je kan ook lekker zelf gaan vliegen, maar dat is heel lastig, kan ik je vertellen. Maar hier kunnen we dus plannen wat we gaan doen. We willen in een orbit komen. En om in een orbit te komen, willen we prograde burnen. Dus dat is dat we onze motoren aanzetten, terwijl we, zeg maar, kijken naar waar we heen gaan, als het ware. We willen gewoon sneller gaan. Want snelheid is alles in de ruimte. Als we dus zo een orbit maken, dat is dus zo'n rondje om de aarde. Dan moeten we hem zo maken dat het ongeveer gelijk is. Er zit nu 2000 tussen. Dan staat hieronder wanneer we moeten burnen. Oké, oh, crap. We moesten al 10 seconden geleden burnen. Jebediah, ga naar de maneuver node. We zijn 20 seconden te laat. Draai. Dan gaan we nu burnen. Hoppakee, perfect. Oh, maar die engine staat niet aan. Dat is niet de bedoeling. Activate. Kijk, dit is perfect. Dit is letterlijk perfect. We moeten dus nog 750 meter per seconde burnen. We hebben bijna 3000 alleen al in deze stage. En hierna hebben we nog een stage. Dus dit gaat easy worden. We moeten nog 1,5 minuut burnen. En zoals je kunt zien, wordt onze baan groter. En op een gegeven moment wordt het dus een cirkel. En dat komt omdat we prograde hebben geburnt. En uiteindelijk moeten we dus naar de maan toe gaan. En dat ga ik zo meteen wel uitleggen. Maar eerst moeten we eventjes in een goede orbit komen. Trouwens, launch escape system kan weg. Yes! Oh my god, ik heb het gewoon goed ingesteld. Dat is insane. Onze burn is bijna voorbij. Oké, 6 seconden. Hoppakee, camera verandert. We zijn in een orbit. Dat is perfect. 98.000. Oh, die is wel laag. De periapsis is wel laag. Maar dat kunnen we wel fixen. Maakt ook niet heel veel uit. Want we gaan letterlijk nu meteen weg. Wat we nu willen doen is we willen een man encounter krijgen. In deze game heet het de man trouwens, niet de moon. De man encounter is dat we hem letterlijk gewoon tegenkomen. En dan moeten we hem ongeveer zo doen. En dan moeten we hem nu gaan draaien. En kijk, dan hebben we hier een man encounter. En dan willen we een beetje een goede periapsis hebben. Dus periapsis is het laagste punt. Heb ik nog niet verteld. Kijk, een orbit van 17.500 meter is denk ik wel prima. Nou, ik skip wel eventjes naar de burn time op. Oké, dan gaan we in de orbit lekker met dit mooie ding. En wij moeten nu burnen over ongeveer een kwartier. Oeh, nu zijn we in de dark side. Spooky. Oh, crap.
Hij moet wel aanstaan. Oké, nu loopt hij 10 seconden achter. Dat is niet heel nice. Nou, onze periapsis klopt dus niet helemaal meer. Ik heb iets te veel getimewarped. Het spijt me. Ik ben altijd heel ongeduldig in deze game. En daar gaan we samen met Jebediah, Bill en Bob naar Zimoon. En nu kan dit als het goed is zo. En hoppakee, kijk, dan zien we de Lunar Landing met de Squad logo. Ik hoop trouwens dat dit gaat decoupelen. Nog 6 seconden. 5, 4, 3, 2. Oh my god. Oké, stop. Dat vind ik eng. Oh ja, periapsis gaat naar beneden. Die houden we eventjes zo. Dan gaan we zo burnen. Man, periapsis. 20k. Perfect. Manoeuvrenoten weg. Hoppakee, we hebben een man-encounter. We hebben een periapsis op de maan. Dus we worden beïnvloed door, ja, de zwaartekracht van de maan. Wat moeten we nu doen? We moeten deze dingen disconnecten. Yes. En dan moet ik nu even heel goed gaan focussen. Nog eventjes een quick save. Dan undocken we deze. Dan zitten we dus hierin. Deze is nu geundockt als het goed is. Ja. Wat we gaan doen is we gaan hem omdraaien. Dat is ook wat er in het echt gebeurde. Zetten we RCS aan. Dan wil ik ietsje vooruit gaan. En dan draaien we hem helemaal om. Nee, nu te tegenaan! Oké. Goed zo, Jebediah. Jebediah, je doet dat verschrikkelijk! Set de target. Gaan we ietsje vooruit. En dan moet ik nu even zien om te draaien. Kijk, als ik het doe, gaat het veel beter. Yes! Let's go! We did it! RCS uit. Hebben we nog genoeg monopropellant? Kijk, ik heb maar 15 gebruikt. Oh, we hebben genoeg! Oké, okay, let's go. Wat we nu dan doen, is we decoupelen deze. En laat de bro's! Zit de motor nog aan? Ja! Oh, het werkt gewoon! Let's go! Dit is dus ook hoe de echte Apollo-missie ging. Dit ding gaat nu weg. En we gaan nu lekker met dit ding naar de maan vliegen. Dus we zetten hem eventjes lekker op normal. Volgens mij het echt ging die soort van draaien voor de hitte. Maar wij gaan gewoon lekker zo. En hoppakee! Op deze manier gaan we naar de maan. We hoeven nu letterlijk niks te doen. We moeten nu zo'n 5 uur wachten. Real time. 5 uur. Wat we nu gaan doen is we maken een manoeuvre nood bij onze periapsis. Want kijk, nu schieten we gewoon weer de ruimte in. Gaan we helemaal daarheen. Dan gaan we eventjes naar onze maneuvering node toe. En dan moeten we over 45 minuten burnen. Voor 1,5 minuut. We hebben niet genoeg Delta V. Oh crap, ik moet nog even de staging fixen. Kijk, dat is altijd gezeik, hè. Met als je zo'n ingewikkelde missie doet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dit is goed. Periapsis blijft goed. Hoppakee. Dan gaan we dus ongeveer zo. En dan wil ik hier ergens gaan undocken. En dan gaan we dus landen met de Lunar Module. Kijk eens even aan. En wat we dan hier gaan doen is we transferen eventjes de crew. Dus we, wie gaat naar de maan trouwens? Eén iemand moet ook achterblijven. Dat is bij de echte Apollo-missie ook. 2 mensen gaan naar de maan. 1 iemand blijft achter. Geen idee waarom je dan nog zou opgeven, zeg maar. Dat is echt crazy. Ik denk dat we Jebediah gaan meenemen. En Bob. Natuurlijk Bob. Hoppakee, dan blijft 1 iemand achter. Dan gaan we heel eventjes in de prograde reaction. Hoppakee, dan staat deze ook al in retrograde. Doei, meneer Bill, volgens mij heet hij je zo. Jebediah en Bob zullen je missen. Waarschijnlijk niet, ze gaan echt genieten op de maan. Dan willen we hier ergens een maneuvering node maken. Dan burnen we even retrograde, want we willen natuurlijk op de maan neerstorten. Dus we verkleinen onze orbit. Hier zie je dus de lijn. Nou, we hebben nog maar 15 seconden voor onze burn time. En het is zo mooi! Kijk dit! Dit is toch insane. We kunnen hier overal landen. Ik geniet gewoon echt van deze game. Als het zeg maar een beetje meewerkt. Nou, we gaan burnen. In 3, 2, 1. En het is een super korte burn. Dus we moeten ook een beetje focussen. Hoppakee. Dan gaan we nu ietsje slower. Hoppakee. Pats. Dan zitten we nu op een collision course. Wat we dan eventjes doen is ik wil eventjes dit doen. Dit doe ik wel eventjes zelf. Dan weet ik een beetje hoe lang ik moet burnen. Dus we moeten 30 seconden voor de node in T. Moeten we als het goed is gaan beginnen met retrograde burnen. Ik doe weer eventjes lekker een save. En dan gaan we kijken of mijn calculaties correct zijn. Nou, dan gaan we zweven heel peaceful naar beneden. Kijk eens even aan. We gaan nu ook weer niet te veel time warp. We moeten ook genieten van het feit dat we op de flipping maan zijn. We moeten bijna beginnen met burnen. We gaan ietsje eerder. We moesten 30 van tevoren. Dan ga ik even 40 van tevoren. Dus hoppakee, burnen. En als het goed is, moet het nu helemaal goed komen. Ik moet ook wel een beetje gaan focussen op waar we gaan landen. Het is echt heel heuvelachtig hier. Onze retrograde marker gaat ook steeds meer naar beneden. Dat betekent dat we dus een beetje gaan zakken. Dat zie je ook. Retrograde is zeg maar waar we soort van tegenovergesteld. Waar we niet heen gaan. Ja. Ja! We zijn geland op de maan! Let's go! Jebediah, hoezo lach je niet? Bob!
Oh my flipping god. Jullie weten niet hoe blij ik ben. Het heeft 2 uur geduurd. Even kijken. Jebediah, jij mag als eerste. Zet eventjes de camera op. We gaan flipping filmen. Let's go. En let's go. Hoppakee. Even RCS aan. Ga maar lekker jetpacken, Jebediah. Oh, nee. Jebediah, ga niet dood. Nee. Nee, please. Eerste doden gevallen op de maan. En meneer Bob, kom ook eventjes naar buiten. Jij mag ook naar buiten komen. Kom eens even hier. Kijk eens even aan. Oh, dit is... Oké, het gaat niet zo goed met Bob. Kijk dit. Hallo, Jebediah. Geef me alsjeblieft een knuffel. We zaten zo lang in dit ding. Wat cute. We moeten natuurlijk wel eventjes een vlag planten. Wie gaat dat doen? Ja, Jebediah moet het eigenlijk wel doen. Jebediah heeft het 4 jaar geleden op mijn kanaal gedaan. Dus hij gaat het nu gewoon weer doen. Oh, daar zien we ook de zon mooi. We zien niet de aarde. Waar is de aarde? Oh, die is daar. Oh, dat is toch gaaf. Dat is toch hartstikke gaaf. Nou, we planten eventjes een vlag. Hoe moet dat? Kijk dit, daar komt de squad flag. Yay, kijk hoe blij die is. Haha, het is zo cute. En dan noemen we hem... Hey, is Bob nou aan het dansen? Ja, dat mag hoor. En vreugdedans, dat mag natuurlijk. Nou, daar staan we dan. Oorspronkelijk was ik van plan om ook terug te gaan naar de aarde. Dat is op zich niet heel lastig. Dat is echt zo gebeurd. Maar ja, we zijn nu net over de 2 uur mark gegaan. Dus ik vind het wel weer eventjes mooi geweest. En op zich denk ik wel dat Jebediah... op zich denk ik wel dat Jebediah en Bob... Ja, zichzelf kunnen vermaken. Misschien gaan ze eventjes kaarten of in zo'n rover rondscheuren. Ik denk dat Bill wel aan het verpieteren is in orbit. Misschien zien we hem nog ergens. Ik weet het niet. Maar voor nu zie ik jullie bij de volgende video. Later!